De wateroverlast in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo behoort straks tot het verleden. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie voert momenteel ontwateringswerkzaamheden uit in het gebied. De riolering wordt verbeterd en volgens minister Vijay Chotkan krijgt de nieuwbouw van het AZP ook nieuwe ontwateringsfaciliteiten. Ik hoef u niet uit te leggen dat wij natuurlijk veel meer regen krijgen, maar dat we ook verwachten dat het veel harder en veel meer gaat regenen. Dus het gaat niet alleen om een ontwateringsproject die we gaan uitvoeren hier, maar dat wij dus tegelijkertijd rekening houden met de toekomst. Daar heb ik het over het upgraden van het bestaand hoofdontwateringsstelsel. Dan praat ik over de Kernkampweg, ik praat over de Samson-Abrahamsweg, de Vluestraat, maar ook andere wegen die dus hier in dit gebied voorkomen. Daar zullen we dus het hoofdrioleerstelsel openbreken. We zullen nieuwe buizen moeten aanleggen met een grotere diameter. En in het verlengde daarvan, u begrijpt dat het water natuurlijk richting de pompgemaal hier aan de Benjaminstraat komt, de rotonde, vlak hier voor Killet. Daar gaan wij dus ook heel veel aandacht aan moeten besteden. We gaan dat goed aanpakken, we gaan het rehabiliteren, waardoor hij dus ook optimaal moet gaan draaien. Het verzorgingsgebied is veel groter dan natuurlijk alleen AZ. AZ is de spil, omdat wij weten natuurlijk dat heel veel gebruikers hier gebruik van maken. Dus we houden rekening natuurlijk dat ondanks de 24/7 operatie van AZ, maar ook het verkeer rondom AZ en de passagiers, de bezoekers en alles, dat wij dus ongestoord nog ons werk moeten kunnen gaan doen. Dit project is een onderdeel van een groter programma die we kennen als National Infrastructure Program Suriname. En dat wordt uitgevoerd door KI, Koeldiepzing Infra. Dit specifiek onderdeel en het bestaat uit weer een aantal aparte sub-onderdelen om het zo aan te geven. Een start is al reeds gemaakt, dat is ergens 18 november, tussen 18 en 20 november geweest, waarbij dus de aannemer alvast gestart was om dus te mobiliseren en tegelijkertijd natuurlijk te kijken van waar wij een goed begin kunnen maken. Wat we nu hebben is een stelsel die dichtgeklapt is, een stelsel die niet meer voldoet. En wat we gaan doen is letterlijk openbreken, die nieuwe buizen weghalen. We vervangen dat met nieuwe buizen, grotere diameters. Mm-hmm. Aan de hand van de berekeningen die zijn gemaakt, wat wij verwachten aan water die afgevoerd moet worden richting die pompgemaal van de Benjaminstraat. Ja. Maar in het verlengde daarvan wordt natuurlijk alle aansluitingen, waar de wiegen natuurlijk met elkaar aansluiten en automatisch ook het rioleringsstelsel, dat zal natuurlijk ook vernieuwd worden, aangepakt worden richting die pompgemaal. En in het verlengde daarvan wordt die pompgemaal ook gerehabiliteerd, want daar moet er natuurlijk ook aandacht aan besteed worden om die capaciteit op te voeren. En dan hebben we het ontwatering, naar onze mening, die garantie gegeven dat hij niet blijft hangen, maar dat hij dus wordt afgevoerd. Maar u begrijpt dat je ondergronds gedeelte straks niet ziet, wat je daarboven ziet, moet ook aangepakt worden. Het water kan niet blijven hangen, anders heb je niks gedaan. Dus u begrijpt dat de kolken en alles bovengronds ook aangelegd gaat moeten worden om een totaalstelsel te garanderen. En dan moeten we het gebied kunnen droogleggen. Wat AZ betreft, daar zijn ze hard bezig mee natuurlijk, met ook vernieuwingen, verbouwingen. Ook die delen willen we gelijk aansluiten op het bestaand, straks vernieuwd stelsel, om dan gelijk die aansluitingen te kunnen plegen. Dit project is uitgerekend voor een uitvoeringsperiode van 12 maanden. En daarbinnen heb je natuurlijk een fase waarbij het bestaande rioleerstelsel wordt opengebroken en vervangen. Daarna worden natuurlijk wat bovengronds de rehabilitatie doorgevoerd. Daar heb ik het ook over de kolken die geplaatst zullen worden om het hemelwater af te kunnen voeren. En daarna zullen we natuurlijk starten om onze parkeer die we hier graag willen hebben, om dat door te voeren. We verwachten het voordat een jaar vanaf nu is verstreken, dat het niet meer onder water mag lopen. En het pompgemaal die moet ook gerehabiliteerd worden? Dat zit ook natuurlijk in het pakket. Nou, hij functioneert, maar hij moet meer kunnen betekenen. En daar gaan we dus De grootte. Het verzorgingsgebied moet je kunnen handelen. We gaan de capaciteit moeten vergroten om het werkelijke hoeveelheid water dat we hier moeten kunnen verwerken, dat het werkelijk langs die pompgemaal afgevoerd kan worden.
En dan natuurlijk moeten we verder gaan kijken van hoe we natuurlijk dan dat stukje verder gaan opvangen. De bedoeling is absoluut niet om hier droog te leggen en ergens anders te laten onderlopen. Dat is natuurlijk geen goed werk.